Nou, dat vond ik echt geen reclame hoor. Ik denk, ik doe het wel eventjes met die band wisselen. Zo, 1, 2, 3. Ja. Ik heb wel die krik. Die krik. Schoon me er onderuit. Dus ik kreeg dat ding. Dat, die stang kreeg ik dan niet in elkaar. Dat begon er dan mee. Ja. Dus, mijn advies is. Blader even door die handleiding. Dan heb je een goede richtlijn wat je moet doen. Waar je die krik moet zetten, hoe je het in elkaar moet zetten. 2 minuutjes lezen en je weet alles. Denk dan op platte band aan. Zo sta je er dan. Kinderen aan het huilen, moeder is lastig, het verkeer komt er langs en vader die moet het even oplossen. Ik ga eens kijken. Nou, ik weet niet hoeveel jaren dat niet meer gedaan te hebben, hoe lang dat het duurt. 8. Ik weet dat hier een trek zit. Ja, iets harder trekken. Van Max Verstappen, die doen dat in... iets meer dan 2 seconden. Ik kan me nog herinneren dat dat heel veel tijd kost. Zo, dit is voor straks. Kom niet hoger, hij komt door de luchtwering. Moet ik even kijken of ik die krikmodus kan aanzetten. Niet dat hij maar licht moet doen. Nou, ik had elke dag dat ik het nu maar erop had. Dat is wel geraakt, hè? Kom nog even starten. Even omhoog. Zeg maar 30 minuten. En 5 minuutjes, we hebben nog nodig om het op te ruimen. Zeg maar 10, 40 minuten. Dus dan weet je het wel, hè? We hebben al een inspanning gehad, ben buiten adem. Ik heb ook wat geleerd van de luchtvering. Dat gaan we straks een keer goed doen. En dan ga je op vakantie. En op een gegeven moment met het gezin sta je stil langs de weg. Platte band. Dit is een auto met luchtvering. En dan wil ik jullie graag laten zien wat je dan moet doen. We zitten nu in de auto. En het is een auto met luchtvering zoals ik al zei. Het is het beste als je die in de laagste stand zet. Want het is makkelijker met de krik. Dus dat gaan we eerst even doen. Dat doen we op dit knopje. Dan zit een wielkrikmodus. En die moet je aanzetten. Dan werkt de luchtvering niet. En dan kun je dus de krik gebruiken. En dat gaan we zo meteen doen. De krik die zit onder de passagiersstoel. Achter een klepje. Dan moet je even aan trekken. En het gereedschap ga je zo in één keer eruit. En dan kunnen we beginnen. Ik heb het gereedschap even in elkaar gezet en de krik onder het krikpunt gezet. Inmiddels hebben we daar al ervaring mee, waar die moet en waar die niet moet. Kijk maar eens even. We hebben de krik gezet voordat we de auto verder opkrikken. Maak eerst de boten los, want dat is makkelijker met de band op het wegdek. Zo. Nu krik ik de auto verder op. De boten zijn los. De band is al van de grond. Dus kunnen we de boten verder losdraaien. De band is eraf. En nu gaan we beginnen met het huzarenstukje om de reserveband omlaag te laten.
Schuif hierin. Draai een beetje door. We hebben straks wat meer spelen om die band eronder uit te pakken. Dit is de band. Die gaan we nu opzetten. Bootjes zitten er weer op. Ik laat hem nu omlaag. Zo, en tot slot trek ik ze nog één keer aan, dat ik zeker dat ze vastzitten. En na 50 kilometer kan ik nog eens even kijken of ik nog een slag moet aandraaien. Het wiel zit erop, ik kan opruimen en we kunnen verder. Trek er maar gerust een half uurtje voor uit als je niet in de manual kijkt. Misschien kun je dat toch beter doen. En wat ben ik blij dat ik zo'n goede monteurs heb.